Ik ben nu even naar een ongelofelijke dikke reet aan het kijken. Het is gewoon belachelijk. Rustig. Ik stond op een hoek, 5, 6 jaar geleden. Stond ik bolletjes te verkopen met vrienden, omdat dat gewoon een gewinning was wat wij al gewoon hadden deden. Wat doop. We zaten te dealen op een hoek. En dat deden wij gewoon en daar was je mee opgegroeid. Dus dat is wat wij deden. Nou, op een gegeven moment heb ik voor mezelf gezegd van kijk, ik ga gewoon muziek maken. Ja. En als ik mezelf iets beloof, ben ik heel streng voor mezelf. Maar kijk, ik kom uit Oost. Als ik met mijn vrienden op de hoek stond, pakte je soms gewoon 200-300 euro op een dag met vrienden hangen en geld verdienen. Nou, met het rappen nu gaat het heel moeilijk. Heel moeilijk. En dan is het gaat moeilijk? Geld verdienen? Ja. Ja. Dat is heel gaat het leven om geld verdienen? Nee, dat heb ik geleerd. Voor de kick heb ik gasten te kijk gezet. Stond bekend in mijn wijk als een lijpe gek. Gelukkig vond ik meer in mijn heilige rap. Anders zat ik zeker vast met mijn wijde bek. Keek je te lang, was je klaar voor de beatdown. Trok in de pistool naar de schild en ik schiet nou. Mama zei vaak. Jij bent er niet, man. Mijn meester op school. Ik gooide de cyclaal. Zijn we klaar om op dag. Vroeger had ik woedevlagen dat ik gewoon wit werd. En dat ik gewoon om me heen begon te slaan. En dan stopte ik pas als ik moe werd. Omdat ik gewoon niet wist hoe ik ermee moest omgaan. Ja. En ik was ook nog niet volwassen genoeg om mezelf af te vragen van waarom ben je boos? Ik was gewoon boos. Ja. En mensen om je heen, als je niet praat, die zien gewoon een agressief klein kutjoch. En die willen daar niks mee te maken hebben. En dat snap je dan gewoon niet. Dan denk je dat de hele wereld tegen je is en dat niemand je mag. Ik wil dat je 8 regels schrijft. Of het maakt niet uit. Waarover je wil. Over iets waar jij verstand van hebt. Wat lekker. Al is het je sport, al is het je Nintendo, je hockeystick. Ja. En als je hoort wat uit die kids komt. Ja. Dat gewoon juffrouw's en meesters gewoon huilen. En gewoon denken van, ik wil zien dat je daarmee zat. Natuurlijk dat je opstaat. Natuurlijk dat je losgaat. Natuurlijk dat je buis gaat. Gappie, dat is logisch. Natuurlijk dat je gek gaat. Weet dat die trek blaast. Natuurlijk is het gek. Gappie, dat is logisch. Dat is logisch. Gappie, dat is logisch. Logisch. Kijk, ik ben iemand, ik zeg altijd, en ik heb een hele grote mond en ik vind mezelf altijd de beste. Ik zeg, als ik ergens aan begin, ga ik nooit zeggen dat niemand beter dan mij is. Als ik een keer naar de club ga en ik zie een lekker wijf met een dikke bil, wil ik daar ook over rappen. Ik bedoel, ik ben 26. Ja. In hoeverre ben jij een rolmodel voor jongeren, jongboze jongeren? Ik vind dat zo eng om te zeggen, omdat ik zelf ook nog steeds fouten maak. Ik bedoel, ik ben 26, ik ben nog jong. Bijna 30, maar ik ben nog jong en ik ben nog niet perfect. En er zijn zoveel dingen die ik zelf nog niet heb afgesloten. Omdat ik op een gegeven moment, was een jaar of 12, en er waren echt tijden dat ik mezelf s'nachts in slaap huilde gewoon. Omdat ik steeds medelijden met mezelf had, snap je wat ik bedoel? En ik vond het allemaal zielig en mijn moeder heeft 2 banen en waarom komen we er niet uit? En mijn vader woont hier om de hoek, waarom zie ik hem niet? En waarom word ik van dit afgetrapt? Waarom mag ik niet naar een gewone school? En al die dingen dwalen door je hoofd. Ja. Op een gegeven moment had ik zoiets van, weet je, dat je gewoon te moe bent om te janken. Dat je gewoon jezelf zielig vindt, dat je het zielig vindt om jezelf zielig te vinden. En ben jij dan ook zielig? Hoe oud was je toen? Ik was ja, 12 of zo. En op, ja. Wanneer kreeg je het gevoel dat je een keuze kon maken tussen het slachtoffer zijn van je omstandigheden en het waarde creëren met wat je hebt? Toen heb ik gezegd, weet je wat, ik heb niks aan huilen. Ik kan wel elke dag huilen, maar ik kan zelf in slaap huilen, maar dat brengt mijn vader niet terug. Ik kan wel doen wat ik wil, weet je, maar dat gaat er niet voor zorgen dat mijn moeder opeens 2 miljoen op de rekening heeft. Dus ik heb gezegd, weet je wat, we gaan gewoon door. En toen, dat was ook de periode dat ik heel erg werd. Toen nam ik ook van niks meer van iemand aan. Als ik iets besloot, dan deed ik dat. En als je er niet mee, kon ik me niet schelen. Want jij was er niet als ik pijn had. Snap je wat ik bedoel? En ik heb een super lieve moeder die me altijd met me over wou praten over van alles. Maar ik kon gewoon niet over dingen praten. Toen heb ik ook gewoon gezegd, ik stop gewoon met huilen. En toen bekwamen de woedevlagen ook echt. En toen werd ik ook gewoon echt. Toen werd ik echt heel boos. Praten. Andere, elke ochtend moesten de kinderen tegen. Laat ik maar niet in beeld ben. Goed, ik kan wel oké hoor. Ja. Oké. Wakker maar, wakker. Wakker. Rustig maar. Wat ze? Ze filmen toch mij? Ja, maar staan, die kan dan komen. Ja, maar ik kan wel lopen. Ze komen een beetje. Ja, weet je waar moet je zeggen? Je doet je ding, respecteer je. Weet je dat probleem? Natuurlijk, je weet toch? Dan moet je gewoon. Wanneer campus? Ja, geen probleem. Dan moet je gewoon. Ik zeg hem ook, easy. Kalle.
Maar waarom film je door? Dat is mijn vraag. Weet je, ik film jou niet. Maar waarom wil je dit discussie? Hé, camera, laat die man gewoon filmen. Luister, kan hem mij. Je zit tegen mij, respecteert mij. Waarom laat je op de manier doet dit? Hij heeft niks te maken met jou. Je respecteert mij, broer, met die film niet die kan. Maar doe normaal, ja toch? Ja. Ja, maar je moet niet lijf op mij afkomen lopen, grapje. Oké, dan doe rustig. Dat is lang, baby, doe rustig. Ga gewoon daar zitten. Wie net op daar filmen, broer, met dit? Ga niet daar, maar kom niet lijf doen hier, je toch? Hé, camera, doe rustig, brada. Nee, maar anders wat. Anders wat. Dat gebeurt nu weer. Doe er weer naar daar. Je praat, brada. Rot op van hier, man. Stress, kippen. Er is, ga niks doen. Ik ga, weet je waar ik niet tegen kan? Zo komen lopen alsof je iets gaat doen terwijl je niks gaat doen. Kom maar op, laten Rotterdam. Maar kom maar op, laten Rotterdam. Maar kom maar op, laten Rotterdam. Je loopt weg. Ik blijf, kom daar. Kom maar, jongens! Het is goed. Ik weet het niet. Ik kan niet tegen disrespect, snap ik bedoel? Ja. Als iemand naar mij toe komt en je zegt tegen mij, ga niet filmen daar. Geen probleem, film het niet. Ja. Niks aan de hand. Geef ik je respect. Wil je niet dat die kant op oké? Ga maar niet over me heen gaan lopen. Ik ben iemand, ik geef je respect tot een bepaald punt. En daarna wordt het van respect naar disrespect. En dat pik ik gewoon van niemand. Je kan mij een sukkel noemen, je kan mij een teringlijn noemen. Ja. Vrienden onder elkaar vind ik niet erg. Net als je hier komt schreeuwen, niet deze kant filmen. Afgelijk. Ik mag je niet zomaar vastleggen. Maar als ik aan de andere kant op ga draaien met filmen, je gaat doorgaan met schelden, dan ga je over de lijn en dan kan ik niet met je praten. Ik woon hier om de hoek. Ja. Als deze jongens mij proberen te testen en ik loop één keer weg, kan ik nooit meer door deze buurt lopen met geheven oog. Dit is geen gevecht, hij heeft gewoon een klap gehad. Oh, simpel, ja. Nou staat hij met zijn vriendjes boos te kijken, ja, vervelend. Maar ik kan het, snap je, ik bedoel, zijn dingen, je kan er niks aan doen. Ja. Je kan twee dingen doen, je kan weglopen en dan ben je de bitch van de buurt je hele leven. Ja. Dat kan je doen. Of je kan hem gewoon laten zien tot hier en niet verder. En dit is gewoon tot hier en niet verder. Klaar. Ik kan dat. Ik kan niet tegen onrecht. Maar kan je zien? Ik krijg jeuk, mijn lichaam. Ik word gewoon misselijk. Letterlijk misselijk. Ja? Als ik eraan denk. Ik bijvoorbeeld, als ik nu boeddhist zou worden. Ik hem zou opbellen. En luister dan, kamerad. Sorry man, weet je. Ik had je niet moeten slaan, man. Het spijt me echt. Ben je helemaal van de... Ben je gek? Ja. Je kan toch niet iemand die mij belemmert. Snap je dat het voor mij gewoon al een hele opgave is om een stukje van mijn mannelijkheid weg te geven aan iemand die me disrespecteert? Wat er ook nog bij komt is, en dat is het oneerlijke ervan, ik heb meer te verliezen. Want ik word zometeen bekend als van, hey, dat is weer zo'n rapper. Weer zo'n agressieve. We hebben weer een rapper, dus we vechten. Ja, maar onbewust word ik weer in de put gegooid. Jij hebt helemaal geen eigen verantwoordelijkheid. Jawel. Okay. Maar snap je dat ik het heb geprobeerd? Ja, wacht even. Ik begrijp dat jouw proberen ging maar zo ver en dat was jouw limit. Ja. En jij probeert te vragen, hoe kan ik die limit verhogen, zodat ik mezelf beter onder controle heb? Misschien in zo'n situatie, misschien in een andere situatie waar iemand... Hè, want het zal niet alleen deze situatie zijn. Als ik mijn... dominant life condition boosheid is, dan is het niet alleen maar die meneer, dan is het ook die mevrouw, dan is het niet als ik in Nederland ben, mijn omgeving, maar als ik naar Amerika verhuis, ben ik daar ook boos. Want ik neem mezelf en mijn boosheid met me mee.
Dus het zijn niet de mensen. Ik heb leren sparen van de dagen op de wijze. Ik heb wel de kapsel ervoor. Ik ben of een gabber, of een neonazi, of een boeddhistische kung fu monnik. Dus met alle drie wil je geen probleem. Nee, maar je hangt te veel met negers om een neonazi te zijn.